Wij zijn voor godsdienst naar de Vrije Evangelische Gemeente gegaan in Bussum. Wij gaan vertellen over de inhoud van onze dienst, de achtergrond van de kerkstroming, de Vrije Evangelische Gemeente zelf, de verschillen en overeenkomsten tussen de Protestantse Kerk Nederland en de Vrije Evangelische Gemeente, de belijdenis van het geloof en de handoplegging van Irene Oost, de koekjes en de afsluiting van onze dienst, en onze mening en advies voor de Vrije Evangelische Gemeente in Bussum. De liturgie is als het ware de inhoud van de dienst, gewoon wat er die dag gaat gebeuren. Bij ons was dat het volgende. 1. Allereerst een gebed. Dan 2 schriftlezingen. Dan gingen we wat zingen. Een kerkgebedel, oftewel gewoon de eerste collecte. De belijdenis of verkondiging. Gingen we nog meer zingen. Het avondmaal. De gezongen belijdenis. Het dankoffer. Nog meer zingen. Een zegen. En tot slot het eindegezang. De kerk is vrij evangelisch. Het gebouw is in gebruik genomen op 9 juli 1953 en was oorspronkelijk van de Apostolische Gemeente. Die was verhuisd. De VEG komt oorspronkelijk uit een schisma van de hervormde staatskerk in 1881. De hervormde kerk was toen staatskerk. Nee. Er ontstonden veel losse kleine gemeenten. Dit is officieel geworden in 1881 in Franeker, Friesland. Omdat ze samen aan zending wilden doen, oftewel het helpen en bekeren van mensen in andere landen, werd er een bond opgericht. Deze bond had geen zeggenschap. Elke gemeente bepaalde en bepaalt zelf wat er in elke mis gedaan wordt, hoe de voorgangers eruit zien en hoe belangrijke gebeurtenissen zoals de belijdenissen horen te gaan. Uit de Vrije Evangelische Gemeente zijn er geen nieuwe stromingen ontstaan. Waarom de kerk niet samengegaan is met andere kerken, vertellen we zometeen bij de overeenkomst en verschillen tussen de PKN en de VEG. De Vrije Evangelische Gemeente Bussum is in 1927 opgericht. De VEG had maximaal rond de 45 kerken in heel Nederland en die zijn er slechts 35. Ook het aantal leden is schrikbarend gedaald. Van de 7000 leden op zijn max zijn er nu slechts 3200 over. Deze daling is groot, maar in vergelijking is de PKN slechts een peulenschil. Het grootste verschil tussen de PKN en de VEG is dat de VEG een congregationistisch bestuur heeft en geen synode zoals de PKN. Dit houdt in dat de VEG door de gemeente bestuurd wordt, de leden beslissen en er is geen hoge bestuurders of kerkenraad of een overlegorgaan dat overkoepelend besluit wat in de dienst gebeurt. Er zijn dus geen formulieren of regeltjes die bepalen hoe belangrijke gebeurtenissen zoals de belijdenis per gemeente gebeurt. De overeenkomst is heel miniem, zoals dat ze allebei, zowel vroeger als nu, geloven in Jezus Christus als hun verlosser, degene die de wereld redde en nu nog steeds redt. Dit is ook de reden dat de VEG niet samen is gegaan met andere kerken. De gemeentestructuur, dus de synode, is een grote struggle voor de vrije evangelische gemeente. In onze dienst was er de belijdenis van het geloof van Irene Oost. We laten de voorganger even vertellen wat dat inhoudt en daarna zul je de belijdenis en handoplegging zien. Door belijdenis te doen, zeg je ja tegen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en treed je toe als lid van de wereldwijde gemeente, maar ook van de Vrije Evangelische Gemeente. Irene is in deze gemeente opgegroeid en de meesten van u kennen haar echt van kleins af aan. Nu staat er, als ze straks gaat staan, een jonge vrouw. Ze is niet alleen groot geworden, volwassen gegroeid, maar ook haar geloof is gegroeid. Zij wil vandaag ja zeggen op de vragen die haar gesteld worden. En ze wil aangeven aan iedereen die hier is, ik geloof. En Irene wist al voordat ze zich aanmeldde voor catechisatie, ik weet dat ik belijdenis ga doen. Want dat wilde ze eerst zeker weten. En de belijdeniscatechisatie heeft dat niet veranderd.
Belijdenis doen wordt door veel mensen als een belangrijk besluit aangemerkt. En dat is het natuurlijk ook, omdat je jezelf uitspreekt. Je kiest. Maar toch lijkt het soms wat zwaar beladen of je alles zou moeten weten over het geloof. Of je de hele Bijbel gelezen zou moeten hebben voor je belijdenis kunt doen. En dat is niet zo. Irene heeft begrepen dat geloof groeit, zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling is niet afgelopen als je belijdenis doet. We hebben met elkaar gesproken en ontdekt dat het geloof, het belijdenis doen, maar één moment is in ons leven. Irene was niet ongelovig toen ze belijdeniscategorisatie ging volgen en ze voelde zich al thuis in uw midden, in het gemeente van de Heer. Ook al had ze nog geen belijdenis gedaan. Ook is het niet zo dat belijdenis doen een eindpunt is voor mensen in een proces van leren en geloofsgroei. Het is een stapje onderweg. En ze wil graag hier en nu uitspreken dat ze gelooft in de levende Heer op de manier zoals ze nu gelooft en het geloof ervaart. En wanneer ze straks haar geloof uitspreekt, spreekt ze feitelijk ook een gebed uit. Heer, ik geloof. Wilt u me helpen om dat te blijven volhouden? En het is ook een vraag die ze richt tot u als gemeenteleden. Ik geloof, maar ik weet en ik besef dat ik dat niet alleen kan. Willen jullie mij helpen om te blijven geloven? Ik wil mijn geloof belijden. Ik wil zeggen dat ik God wil dienen, dat ik bij zijn gemeente wil horen, dat ik me ook dienstbaar wil opstellen binnen de gemeente. En zo wil ik samen met u de fakkel van het geloof verder dragen. Samen de weg zoeken die de Heer voor ons gebaand heeft en banen zal. Samen willen we de leiding van de Heilige Geest zoeken, opdat we toegewijd en heilig zullen leven. Irene, die vandaag belijdenis doet, is als kind gedoopt. En in de doop heeft God gezegd dat de Heer Jezus voor haar gestorven en weer opgestaan is. En dat wil Irene zo dadelijk door belijdenis te doen ook beamen. Zo mag ook nu onze belijdenis een antwoord zijn op Gods woord, op zijn evangelie, ons verkondigd in de doop. Dat mag een voortgaand belijden zijn. Belijdenis doen, geloven, is nooit af. Steeds weer mogen we bepaald worden bij wat Jezus voor ons allen heeft gedaan. We mogen vanmorgen allemaal bepaald worden bij wat er met en in onze doop toegezegd en beloofd is. En werkelijkheid is geworden in ons leven. Irene zal straks de vragen beantwoorden. Soms geven mensen een getuigenis. Maar in plaats daarvan wil Irene graag een lied zingen. Het lied is een getuigenis aan ons en een gebed voor God. Daarna zal de bevestiging en handoplegging zijn. En zodra Irene weer staat, van de knielbank is opgestaan, wil ik ook u vragen om te gaan staan. En dan zingen we twee liederen als lofprijzing aan God. En daarna krijgt Sipke het woord als ouderling van dienst. Nou, dat even over de volgorde waarin een en ander gaat plaatsvinden. Heb je? Ik wil je vragen om naar voren te komen en even op het podium te gaan staan met het gezicht naar de gemeente toe. En ik zal bij de vragen je doopnaam gebruiken.
Irene Elisa Oost. Vertrouw je op God en geloof je dat zijn zoon Jezus voor jou gestorven, begraven en opgestaan is. Wil je de Heer volgen en wil je in je leven laten zien dat je gelooft? Accepteer je het gezag van Gods woord en wil je in je leven laten leiden door de Heilige Geest? Wil je met Gods gaven en talenten die Hij aan jou heeft gegeven, dienstbaar zijn aan de Heer, zijn gemeente en de wereld om je heen? Irene Elisa Oost, wat is daarop jouw antwoord?
Irene, we hebben jouw belijdenis gehoord. En op grond van je belijdenis zal ik je bevestigen tot lid van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus en tot lid van de Vrije Evangelische Gemeente in Bussum. Ik wil je uitnodigen om te knielen. Irene Elisa Oost, mogen de liefde van God de Vader, de rust die je kunt vinden in Jezus en de liefde uit en door de Geest in je wonen en met je meegaan alle dagen van je leven. Mogen Gods liefde, de genade van Jezus Christus en de kracht van Gods Geest rijkelijk in je wonen. Amen. Voor het heilige avondmaal moest iedereen eerst gaan staan. Er werd geloofd belijdenis in 3 couplet gezongen. Gelukkig mochten we daar nu weer gaan zitten. Met hart en ziel heeft Jezus zichzelf aan deze wereld gegeven. In de nacht waarin hij werd opgeleverd, nam hij het brood, hij brak het en hij deelde het. En hij sprak daarbij deze woorden. Neem en eet, dit is mijn lichaam voor jullie. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Jezus Christus. Neem en eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer, Jezus Christus, gegeven is tot een volkomen voldoening van al onze zonden. Het brood werd uitgedeeld en iedereen at het tegelijkertijd op. Daarna volgde nog zo'n gebed en werd de rode wijn en druivensap voor degenen die geen wijn dronken als bloed van Jezus Christus uitgedeeld. Ten slotte, toen de dienst voorbij was en we gesproken hadden tot onze voorgangster, mochten we de zaal verlaten en kwamen in een soort van kantine, waar ons drinken en gebak werd aangeboden. Mevrouw Smit, onze dominee, vroeg ons nog enkele vragen en niet zo laat liepen we de kerk uit. Er was een volle dienst, deze keer rond de 150 mensen door de belijdenis. Maar ook normaal gesproken zo'n 60 à 70 mensen. Wat ons opviel is dat de leeftijden erg variërend waren. Voor ons zat bijvoorbeeld een stel van rond de 30. En er waren opvallend veel kleine kinderen en bejaarden. Voor ons vermoedelijk ook omdat het natuurlijk het Pinksterfeest was. Ook de muziek viel ons mee. Er was wel veel orgelgeluid, maar ook een drum, dwarsfluit, piano en nog wat andere instrumenten. Ook was de voorganger goed te horen, verstaanbaar en begrijpelijk. We vonden het ook erg interessant om te zien hoe de belijdenis gaat. En tot slot waren de koekjes heel erg lekker. Ons enige advies is dat het soms wat langdradig was. Onze dienst duurde ruim 2 uur en dat vonden we wel een erg lange zit.